Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Auto Service met vandaag even een kort filmpje over hoe je de nakken naar zijn uit kunt lijnen van de gemiddelde Volkswagen diesel TDI. Die heeft dit type er nu zo'n beetje in zitten vanaf 2010 of zo. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar ze hebben dus geen puntjes om ze met elkaar uit te kunnen lijnen. Maar ze hebben wel een vlak waar bijna elke nakken naar ze heeft, een schuin vlak. Waar je dus een schuifmaat in kunt zetten. En dat is vrij simpel. Je pakt gewoon een standaard schuifmaat. Deze zet je gewoon er zo in. En dan druk je hem ietsje vlak. En dan zie je al wel dat hij erg vlak ligt. Het komt niet zo nauw als dat men denkt. Want als die één tandje opschuift, dan zit er toch wel een dikke halve centimeter zo'n beetje in. Dus dan is net als met een distributieriem, als je een tandje verkeerd ziet, dat zie je echt wel. Dan moet je wel echt ontzettend blind zijn, wil je dat niet opvallen. Dus als deze goed staat, met het puntje, dit puntje omhoog, dit is namelijk de bovenkant. Want ik zorg namelijk gewoon dat ze niet uit elkaar kunnen vallen, zodat ik er weer werk mee heb. Heel simpel, door middel van een PVC buisje of wat je ook maar voor handen hebt. Dan leg je voor de demontage, leg je dat er bovenop. Dan een paar goede tie rips, die knoop je eromheen. En dan blijft het zwikje gewoon bij elkaar. En dan heb je nooit dat gedonder dat het uit lijn loopt. Maar wat nog meer heel mooi is aan deze auto, is dat hier nog een nokje staat. En wat wil het geval nou? Dat dit nokje, wat bijna aan al die auto's zit. Ja, mocht je dit ding kwijt zijn of is er afgeschuurd of op wat voor manier dan ook, is dit lipje weg. Dan heb ik nog een trucje om het te kunnen uitlijnen en op een nog een andere manier. En dat is door precies 19 mm uit de kop hier naar te kijken, zeg maar. En dan moet je hier een boutje in doen met die er goed recht in zit uiteraard. En dan kun je dat hiermee opmeten, maar dat laat ik u zo zien. Ik ga eerst even terug naar mijn ding waar ik geweest was. Kijk, als je goed kijkt, dan moet je net als je een oude luchtbux hebt, kijk je er even zo langs. En als je goed kijkt, zie je nou dat het onderste puntje precies op de klepdeksel zitting ligt, zeg maar. Dus dat is eigenlijk heel simpel om die uit te lijnen. Als je weet dat dit puntje, dat die precies met de onderkant erop moet liggen. En hier moet hij gewoon recht lopen. Dan heb ik helemaal geen schuifmaat voor nodig, want ik kan het gewoon zien met mijn oog. Beetje Timmermans oog kan het echt wel zien of dat ding zo zit. Of dat hij zo zit. En dat verschil is echt wel duidelijk waarneembaar, zeg maar. Of die kant op, even kijken. Ja, u snapt het eigenlijk wel wat ik bedoel. Maar kijk, als die zo zit, zit hij dus niet goed. Hè? Dan zie je dat lipje dus helemaal hier zitten. Dus lipje even bij tweaken. Heel rustig draaien. Dat hij precies, nog gaat hij niet goed focussen. Is te ver. En dan ga je hier precies langs, ja, zo hoog mogelijk langsheen. Je kunt ook een lineaaltje pakken. Maar dit wijst zichzelf wel als je goed ooit met een luchtbux geschoten hebt. Een oldschool luchtbux, dan weet je wel hoe dat werkt. En dan heb je hem hier ook in lijn staan, omdat ik hem niet in elkaar heb laten vallen. Dus heb ik dit werk niet. Maar ja, het kan gewoon soms voorkomen dat je nokkenaars moet vervangen of wat dan ook. Is dit een ideale handige truc. Mocht dit nou niet lukken of dit plaatje is eraf gevallen of op wat voor manier dan ook. Dat ding zit er dus bij een bepaalde auto niet aan. Dan heb ik nog een trucje. Je kunt namelijk hier een bout doorheen drukken. Deze. Ik wou eigenlijk dat het gat rond was, maar dat is die dus niet. Het is een beetje een gammel gat. En dan, sorry hoor, ik ben ook een beetje verkouden. Zo, dat klonk geweldig. Even kijken. Nou, dan heb je dus hier het gat waar ik het over heb. Dit gat, mocht je een auto hebben waar het niet bij aanwezig is, dan meet je dit gat dus op vanaf de bovenkant tot de onderkant van het gat of de zijkant van het gat of hoe dan ook. En als je dat dan gewoon opmeet of je doet er even een boutje in die past en je meet hem van de bovenkant tot op het boutje. En die maat neem je dan exact over naar de andere kant. Nou, en als je hem dan hier een boutje in doet, wat ik nu gedaan heb, en die ligt ongeveer recht. Helemaal 100% recht krijg je hem natuurlijk niet, omdat het namelijk geen rond gat is. Maar als je een beetje Timmermans oog hebt, dan pak je dus een schuifmaat erbij. Gewoon een simpele standaard schuifmaat, niks geen boeiends eigenlijk. En dan zet je die gewoon hier tegen dit vlak aan. Helemaal zo recht mogelijk, zodat hij zeg maar
niet zo of zo erop staat, maar gewoon zo recht mogelijk haaks op het vlak wat af moet dichten. En wat schetst onze dan niet al te grote verbazing, dan komt die maatvoering weer exact overeen met het boutje, wat zeg maar de onderkant van het boutje, wat er doorheen komt. Dus dat is precies 19, die komt precies uit. Ik zit er nou net nog niet helemaal voor, omdat mijn telefoon dat net niet kan waarnemen. Vanaf deze kant misschien trouwens nog wel. Dan kun je gewoon zien dat hij gewoon echt goed in lijn ligt. Het boutje had iets langer moeten zijn, dan had ik het nog beter kunnen laten zien. Maar eigenlijk snapt u het denk ik wel. Maar het makkelijkste is dus gewoon dit referentiepuntje. Gewoon heel simpel, even zo schuifmaatje heb je niet eens nodig. Maar gewoon even strak er langsheen kijken. Maar je kunt het met een schuifmaat doen. En dan weet je gewoon, nou dat ding is gewoon goed. En dan even hier nog toe kijken of die nog recht ligt. Nou, en die zit er ook nagenoeg recht in. Dus dat is ook goed. En dat was het eigenlijk wel. Ik hoop nog één ding trouwens. Dit spul dient u te gebruiken als je hem weer in elkaar zet. Bij deze motor was ook weer vloeibare pakking gebruikt. Wat je dus absoluut niet moet doen. De siliconen variant tenminste, maar dat is natuurlijk ook vloeibaar. Maar dit is donders mooi spul van Versagem Prime Seal. Ik ben ooit bij de Opeltjes, die hadden ook zo'n gedeelde kop. En daar ben ik dat spul ooit tegengekomen bij de Opel garage. En dat is al jaren dat ik dit gebruik. Niet van dit merk, en voor mij heb je ook nog het merk Permatec of zo. Maar als je dit spul hebt, gewoon aviation packing is het eigenlijk. Gewoon eigenlijk voor de luchtvaart bedoeld. Maar dat is voor dit ook ideaal. En het blijft mooi vloeibaar, dus het lost ook op in de olie. Dus je hebt nooit problemen dat de oliekanalen dicht zitten enzovoort enzovoort. En het dicht gewoon altijd goed af. Dus dat is mijn ervaring er tenminste mee. Nou, dan krijg je dus dit effect. Als je hem een beetje goed insmeert. Deze pakking die heb ik ook even ingesmeerd. Dan aan deze kant ook. Gewoon helemaal goed rondtweaken. Ook bij de keringen even. Tenzij je allemaal nieuwe keringen, alles nieuw gebruikt. Dan heb je dus niet, normaal zou je dat ook moeten doen, maar dit is een auto die mag niet te veel geld kosten om klaar te maken. Dat snapt u wel. Even kijken, dus dit doen we even op deze manier. En alles netjes even insmeren en dan komt dat gewoon goed. Even een paar druppeltjes olie in die kommetjes gooien, zodat die nokkenaars ook meteen smering heeft. En dan wijst dat zichzelf eigenlijk wel denk ik. De gemiddelde monteur die zal hier vast wel uitkomen. Ik hoop dat u hier wat aan heeft gehad. Ik wens u nog een zonnige, gezegende dag zoals altijd. En tot het volgende filmpje maar weer. Yo, tot kijk.